Een dijk verlagen in Nederland. Dat hoor je niet vaak. Het is toch zo dat het vaker hevig regent? En er stroomt toch meer water door de rivieren? En bovendien stijgt de zeespiegel, dan ga je toch geen dijk verlagen? Toch gebeurt het. In de Overdiepse polder bij Waspik. Statistisch gezien verwachten we eens in de 25 jaar hele hoge waterstanden op de Nederlandse rivieren. In 1993 en 1995 is dat gebeurd. Om problemen in de toekomst te voorkomen is het belangrijk daarop voorbereid te zijn. Nederland doet dat door op momenten van extreem hoogwater de rivieren de ruimte te geven. Hoe dat werkt in de Overdiepse polder? Nou, de afgelopen jaren is flink gewerkt in de polder, zodat deze geschikt is water te bergen op momenten dat het echt nodig is. Zo zijn er terpen gebouwd met boerderijen voor de boeren die in de polder blijven. Oude boerderijen zijn gesloopt. En aan de andere kant van de polder is er een nieuwe hoge dijk aangelegd. En de laatste fase in het project is het verlagen van de 6 kilometer lange oude dijk. Een verlaging van maar liefst 3 meter. Ten tijde van extreem hoog water worden de boeren ruim van tevoren gewaarschuwd de koeien binnen te halen. Want de kans bestaat dat het water bij zulke hoge standen vanzelf over de verlaagde dijk de polder instroomt. Doordat de polder water kan bergen, houdt men tot voorbij Den Bosch droge voeten. Er is plaats voor 9 miljard liter Maaswater in de Overdiepse polder. In vergelijking met voorheen betekent dat een daling van het waterpeil van ongeveer 27 centimeter op de Bergse Maas naast de polder. Hoe krijg je het water weer uit de polder? Het waterschap heeft met de boeren afgesproken dat de polder na een overstroming in 6 weken tijd weer droog is. Dat wordt als volgt bereikt. Eerst zal het waterpeil op de rivier dalen. Het water in de polder daalt dan ook, tenminste tot aan de verlaagde dijk. Daarna wordt deze sluis opengezet en kan het water verder terugstromen naar de Bergse Maas. Ook worden er 5 pompen ingezet om te helpen bij het water vrijmaken van de polder. Als er geen water meer te zien is, is de grond van de akkers en weiden toch nog behoorlijk nat. Drainagebuizen die overal in de grond liggen, onttrekken het overtollige water. En via sloten en het centraal gelegen gemaal wordt de polder weer helemaal droog. Het Overdiepse polderproject is een onderdeel van het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier en zal ruim voor de wintermaanden van 2015 gereed zijn. Meer informatie vindt u op de website van Waterschap Brabantse Delta. www.brabantsedelta.nl